Het is voor kunstenaars een eervolle klus, meedoen aan Sterren op het Doek. Het is immers een van de grootste podia die je als beeldend kunstenaar kunt krijgen. Als je dan eindelijk samen met twee collega's uit het vak achter je ezel staat met een tv-camera op je snuffert, dan hoop je natuurlijk een grote A-ster voorgeschoteld te krijgen. Helaas voor de drie uitverkoren kunstenaars in de aflevering van gisterenavond liep dat net even anders. Presentator Oskan Akiol ontving in een mooie boerderij in Twente niemand minder dan Joanna Terstege, bekend van onder meer de beentjes van Sint Hildegaard. De 62-jarige actrice heeft een eigen Wikipedia-pagina en een profiel op IMDb. Waarom het hele gezelschap in Twente neerstrijkt? Het is Joanna's geboortegrond. Ik woon hier vlakbij en dat is eigenlijk thuisgebied voor mij, reageert kunstenares Renske enthousiast. Oskan denkt dat deze Renske dan misschien wel kan weten wie de geportretteerde is. Ik denk dat je wel bekend bent met mensen die mogelijk uitgenodigd zouden kunnen worden voor dit programma. Daarop zegt ze, nou ja, ik heb gegoocheld, want ik ken niet zo heel veel mensen hier uit de omgeving, maar ik dacht nog aan Johan Nijenhuis. Dat is die regisseur van Costa, een filmmaker. Het maakt me eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit wie het is. Collega kunstenaar Frank weet ook niet wie er voor hem komt te zitten. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik dacht aan Jorien ter Mors, dat is een schaatster. Voor de rest zou ik het echt niet weten. En de derde kunstenaar, Ellen, dan? Ik heb even gegoocheld en ik kwam uit bij Herman Vinkers en Wibi Suryadi. Die woont hier ook in de omgeving. Dat zijn een beetje de twee namen waarvan ik denk, misschien. Dan komt Joanna Terstege de ruimte binnenlopen. De kunstenaars kijken haar aan alsof er per ongeluk iemand van de crew verdwaald is. Ik probeer haar gezicht thuis te brengen. Hallo, zegt Renske. Ellen, nee, ik kan er niet, ja sorry. Oskan, dit is Joanna Terstege. Frank, en u bent? Joanna, actrice. Van beroep.